op de ontwerpers. En één stelling die wat meer gericht is op de zelfbouw of de bottom-up beweging of de stad in bredere zin. En we hebben dus door nog een intermezzo van Harro de Jong die iets gaat vertellen over het. Nee, ik heb ook over geschreven, of een part op park. Nog niet. Maar je gaat straks wel iets over het boek vertellen, maar dat zou je ook mee kunnen nemen. Maar dat zijn de zaken. Ja, dat toch iets over het boek ja, op verzoek. Mag ik de volgende dia, want dan laat ik jullie de stelling zien. De tijd van de superontwerper en de status-iconen is voorbij. Ruimtelijk ontwerp gaat steeds meer over verbinding en identiteit. Ik denk dat deze stelling toelichting behoeft. We kennen natuurlijk een aantal ontwikkelingen in deze stad, maar we zien ook dat die bottom-up beweging en de verbinding en alles wat in de stad gebeurt van een andere orde is. Maar ik wil eerst eens kijken of ik wat spontane reacties kan krijgen van achter de zaal. Want jullie zijn ontwerpers. En misschien ook wel net als ik, want ik ben ook als architect opgeleid, dat vergeet ik soms zelf wel eens. Maar ik ben ook heel erg opgeleid. Vandaar het idee dat ik misschien wel eens de nieuwe Rem Koolhaas zou worden. En ja, dat is natuurlijk heel lang is dat zo gebeurd. Dus je bent wel vanuit een bepaalde ambitie ben je, zeg maar, van je studie afgekomen. Mag ik vragen, Annie, wil jij maar eens reageren op deze stelling? Calatrava. Wie? Calatrava? Ik ben het wel eens met het tweede deel van deze stelling. Maar niet met het eerste deel. Ik denk dat dat een beetje populistisch is, want volgens mij blijf je altijd hele bijzondere gebouwen maken. Vanuit de drive en ambitie.